Ongeveer 9 miljoen mensen in Zuid-Soedan lijden onder de humanitaire crisis in het land. Het land wordt tot tijden geteisterd door gewelddadige conflicten en natuurrampen. Tearfund Nederland gaat samen met Plan Duitsland en Coalition for Humanity een noodhulpproject opzetten met behulp van de Europese Unie. Nu contact met Guido de Vries, hij is de directeur van Tearfund. Goedenavond, meneer de Vries. Kunt u ons even meenemen naar Zuid-Soedan? Wat is op dit moment de situatie in het land? Ja, de situatie is nog steeds best wel zorgwekkend. U schetst in uw inleiding dat het land geteisterd wordt door gewelddadigheden. Daardoor vluchtelingen in het land zelf. Er zijn ook veel onzekerheden. Er zijn situaties dat het klimaatverandering gewerkt heeft dat de oogsten mislukt zijn. Ook zijn er in de recente maanden zijn er veel overstromen geweest. Dus je hebt eigenlijk een opeenstapeling van zowel gewapende conflicten en de onzekerheid daaruit. En dat klimatologische omstandigheden mensen van huis en haard verdwijnen. Ja. En dat is de situatie die voor miljoenen mensen in Zuid-Soedan nu nog steeds geldt. En wat doet u op dit moment al om de mensen daar te helpen? Nou, we hebben meerdere projecten in verschillende delen van Zuid-Soedan. Het is een groot land. Mm-hmm. Ongeveer dezelfde schaal als heel Frankrijk moet u zich doen. En wij werken zowel aan de grens met Noord-Soedan als in de grensgebieden rondom Oeganda. En daar werken we heel veel met vluchtelingen die opnieuw proberen hun bestaan op te bouwen in andere gedeeltes. En daar helpen we ze met landbouwprojecten, zodat ze zelf weer in hun oogsten kunnen voorzien. En ook met hygiëne, dus latrines, tegen besmettelijke ziektes. Ja. Ons nieuwe project. Ja, nu slaat u dus de handen in elkaar met Plan Duitsland en Coalition for Humanity. Wat gaat u precies doen? Klopt. Nou, dat specifieke project is in het noorden van Zuid-Soedan. Dus meer naar de grens met Soedan zelf. Nou, dat gebied wordt ook geteisterd door klimaatverandering. En die overstromingen die geweest zijn. Plus door geweld. En wat we daar specifiek doen is jonge mensen die op dit moment geen onderwijs kunnen volgen, toch een veilige plek bieden waar ze dat kunnen doen. En tegelijkertijd is er veel sanitaire omstandigheden die ziektes veroorzaken. Dus wij hebben ook drinkwaterpunten, we hebben handwasstations, we hebben plekken rondom scholen waar meisjes hygiënekits kunnen krijgen als ze in hun periode zijn. En zo proberen we ook ziektes en de situatie veilig te maken voor de jonge mensen daar. Ja. En hoe belangrijk is het dat ook de Europese Unie dit project dan steunt? Nou, het is heel belangrijk. De Europese Unie is actief in Zuid-Soedan. We ondersteunen veel projecten op het gebied van noodhulp. En dan moet je denken aan voedselhulp of aan schoon drinkwater. En zij zijn ook overtuigd dat onderwijs uiteindelijk de weg is naar duurzame vrede. Dus het feit dat jonge mensen die niet meer naar school kunnen doordat ze met geweld geconfronteerd worden, nu een veilige plek bieden. Is heel mooi dat de Europese Unie dat ook ziet en dat ook ondersteunt. Samen doen we dat met onze partners die u aangaf. 9 miljoen mensen hebben op dit moment zijn ontheemd in Soedan, dus Zuid-Soedan. Dus de situatie is behoorlijk erbarmelijk. En gelukkig zijn er organisaties zoals Tearfund die daar iets aan kunnen doen. Ja, nou, we wensen u daar heel veel zegen bij. En bedankt voor uw tijd en voor uw uitleg.